poesje gemist. Ja, het poesje zit terug in je hinten. Nou kan je hinten niet meer bij het poesje leggen. Ja, misschien loopt het poesje wel weg. Maar ik loop die weg in. Hoi, Charles. Hallo. Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. Wij zijn afgelopen nacht teruggekomen uit Nederland. Dus het was een kort nachtje voor mij. Pascal die ligt nog lekker te doezelen. Die heeft ook het meeste deel gereden. Dus ik laat die lekker liggen. Ik heb de hondjes verzorgd. Die zijn uitgelaten, gevoerd. Al dat soort dingetjes. Ik ga zo richting de paarden. Want sommigen hebben we natuurlijk ook alweer een paar dagen niet gezien. Katjes waren heel blij dat we er waren. Die kregen een late night snack. En dat vinden ze altijd fantastisch. Maar voordat ik naar de paarden ga, wil ik jullie heel even meenemen de moestuin in. Want volgens mij is dat ook wel goed gegroeid. Konden we gisteravond niet heel goed meer zien. Dus we gaan nu even kijken. In ieder geval is het gras hier in de tuin. Dat is aardig gegroeid. Het liefst zou ik er met de maaier overheen gaan. Maar als ik dat ga doen nu, dan gaat natuurlijk het gras dood. Dan trek ik het eruit. Dus we moeten het even doen met een beetje een oerwoud. Maar hier en daar moet nog wat beter het gras gaan groeien. Dus daar blijven we voor nu vanaf. We gaan even richting de moestuin. Jullie moeten even niet op het onkruid op de paden letten, want dat moeten we natuurlijk nog gaan doen. Hier heeft Pascal het gras van het grasmaaien ingegooid van de voortuin. Dus dat is al top. Daar ligt dat ook. Daar komt ook onkruid erin, maar daar hebben we nog niks mee gedaan met die twee bakken. Want hier komen de kolen in en daar komt ook iets. Ik weet even niet precies wat, maar dat moet ik even aan de baas vragen. Maar kijk, hier staan de uitjes. Die zijn goed aan het groeien. Hier ook van alles. Het gaat de goede kant op met de tuin. We zijn trouwens ook heel blij dat ze weer terug zijn in de wei. Kijk, hier staat ook van alles. Dit is bijvoorbeeld de bindsla. En hier staat spinazie. In deze bakken begint ook van alles op te komen. Daar ook. Nog niet al die vakjes zijn volgeduwd met zaadjes. Dus er zijn nog vakken leeg. Daarom ziet het er nog zo leeg uit. Deze week gaan wij flink aan de slag met zaaien. Hier komen binnenkort de kolen in. Die bak moeten we nog opvullen. Die bak moeten we ook nog opvullen. Er staat ook nog niks in. Hier beginnen ook een paar dingetjes uit te komen. Wat is dit? Even kijken. Dit is de zomerworteltjes. Het is nog een beetje zielig. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje beter gaat aanslaan. Maar het begint de goede kant op te gaan. Hier ook met de peultjes. Die gaan ook goed. En dat zijn erwten. Die gaan ook top. Hier begint ook van alles te groeien. Dus het gaat de goede kant op. Maar nogmaals, niet alle vakken zijn volgezaaid. Dus het grootste deel is nog leeg. Gaan we deze week inzaaien. Ondertussen zijn die twee daar druk aan het spelen. Volgens mij hebben ze de ruimte een beetje gemist hier. Zoals ik al zei, ik ga nu even richting de paarden en daarna is het tijd om thuis aan de slag te gaan. Want vandaag zitten we zeker niet stil. Als het goed is, komen morgen namelijk al de schaapjes. En we hebben het weiland nog niet omheen, zoals jullie hebben kunnen zien. Heb ik in de vorige vlog een beetje uitgelegd waarom we dat nog niet hadden gedaan. Maar een beetje aan twijfelen met wat we willen. Dus we hebben netten besteld. Die, van die verplaatsbare netten, die worden gebruikt voor schaapjes. Die hebben we nu. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Dat we in ieder geval de helft van ons groene weiland al kunnen afzetten voor ze. Kunnen ze dat kaal eten. En als dat kaal is, verplaatsen we gewoon het net. En dan komt van de zomer ergens gaan we hekwerk plaatsen definitief. Op dat land daar, waar de mais heeft gestaan, kunnen ze nog niet. Want daar is nog niet voldoende gras. Ik heb het wel ingezaaid, maar het duurt gewoon eventjes voordat het daar begint te groeien. Er komen wel hier en daar gewoon sprietjes tussendoor. Dus dat is heel fijn. Maar voordat de schapen daarop kunnen, zijn we weer een jaar verder, gok ik zo. Maar ja, ik ga richting de paardjes, want ik begin te ratelen. En daarna gaan we lekker hier thuis aan de slag. We moeten trouwens ook nog de hele auto uitruimen, want daar zitten nog allemaal spullen in. Dat hebben we nog allemaal niet gedaan. Dat moeten we ook nog doen vandaag. Dus druk, druk, druk. We gaan gewoon naar Sommer.
Ik ben weer terug van de paardjes. Het is tijd om buiten aan de slag te gaan met het plaatsen van de draden voor de schapen. Pascal is al begonnen met het hek waar ik rondom de moestuinen weg te halen. Dus ik ga hem daar even bij helpen. En dan is het tijd voor het echte werk. De netten te plaatsen. Zo, de draad is weg. Alleen hebben we de paaltjes laten staan, want daar staan kleine fruitstruikjes. Dus die palen laten we staan. We gaan daar beginnen en dan zo rondom de moestuin. Want daar mogen de schapen natuurlijk ook niet in. Die kant op. En dan zo tot de helft van de wei en dan weer terug hier naartoe. Dus wij gaan beginnen. Hun lopen hier lekker rond. Ze zijn een beetje hyper. Sly heeft de bal weer gevonden, die ze heel erg heeft gemist. Ja, Pascal heeft het net gepakt. Ik ga jullie op het statief zetten en dan gaan we beginnen met het plaatsen van de netjes. Ja, maar dat trekt wel recht, dadelijk. We moeten daar achter op de kop ook nog heen zetten. En daar op de hoek nog heen. Ja, dat komt dadelijk. Dat is niet wel uit. Ja, daarom. Ja. Hebben jullie het warm, jongens? Ik heb nog 4 touwtjes. Jullie komen van een regenachtig land, daar. Ik heb 4 touwtjes. Dat is nog eens 4. Oké. Ik heb 8 touwtjes. Kijk, hier hebben we ook nog een. Ik weet niet in hoeverre je het goed kan zien, maar we hebben dit stukje nou gezet. We zijn nou hier, maar de bakker is daarachter. Ik weet niet of je dat kan zien. Achter ons bus staat een bus. Je rijdt altijd een bakker door de straat. En Pascal had die gehoord en heeft al zin in iets lekkers. Dus die is even kijken of hij iets kan krijgen. En dan gaan we dat even opsmikkelen en dan gaan we weer verder. Want we moeten nog een heel stuk. We moeten hier achter mij dit stukje nog. En dan die kant op en dan het stuk van de wei. Maar het gaat op zich wel simpel. Wel makkelijk, dat is wel heel fijn. En de netten die komen rechtstreeks uit de doos. Dus ja, ik heb alvast cola vast. Maar hier liggen de netten. En die zitten nog niet in de knoop. Dus het gaat allemaal makkelijk en snel. Ik denk als dat in de knoop zit, dan was het een ander verhaal. Maar we gaan nou even wat lekker smikkelen. Kijk, ik ga iets lekkers halen, zegt hij dan. Ik kom gewoon mijn hele taart terug. En dat vind je erg, hè? Ja, maar wat hebben we te vieren? Ja, weet ik niet wat ik er thuis zeg. Is dat een feestje waard? Ja, dat is echt wel een feestje waard. Dus heb je ook bordjes nu? Nee, we gaan dat gewoon eten van het vuistje. Kom.
Dat stuk daar, dat staat nu ook. Het is nu tijd om hier aan de slag te gaan. We willen hier ook een stuk hekwerk zetten wat we open en dicht kunnen doen, zodat we de schapen ook boven kunnen houden indien nodig. En dan gaat dat vandaar zo die kant uit en dan moeten we het daar nog even ergens dicht zetten. Maar eerst gaan we hier een soort poortje maken, dat we ook de wei in en uit kunnen. En de schapen eventueel daar kunnen houden of hier kunnen houden, dat ze niet naar boven mogen, zoiets. Hier nog naar de overkant. Ik heb daar net even met de bosmaaier gebonjourd dat het gras wat korter is. Want het is best lang, zoals je kan zien bij Laia. Pascal is daar even twee stukken draad aan elkaar aan het maken. Rabbel is er ook bij. Maar het is nog maar een klein stukje. Daar naar de overkant en dan een stukje terug. Ik weet niet of je het paaltje kan zien, maar ik heb mijn handen vol, dus ik kan niet wijzen. Maar ongeveer in het midden van het scherm staat het paaltje. Hoi Bel! Bowie, waar is de poes? Weet Bowie niet, hè? De draad staat helemaal rondom. Ik denk niet dat je het heel goed kan zien op camera. Hier hebben we een poortje gemaakt. Ik ga nou dit soort bordjes even ophangen. Daar ene, want de buren die zijn vaker buiten. En ook aan de andere kant van hun houtstapel één. Ene komt daar, want daar hebben we natuurlijk ook buren. En daarachter ergens hebben we een opening gemaakt, dat ik met de honden kan gaan wandelen. Maar als ik die opening moet gaan zoeken, ben ik een uur verder. Dus dan hangen we gewoon zo'n bordje op. Dat is net wat makkelijker navigeren. Dus dat gaan we nu doen. Alle stroombordjes, of ja, waarschuwingsbordjes hangen op. Ik kijk graag in de zon. Nu is het alleen een kwestie van het stroomapparaat op te gaan hangen. Pascal is er al mee begonnen. Die heeft net een gat geboord door de muur heen. En dan is het tijd om dat apparaatje aan te sluiten. En als het goed is, zijn we dan klaar. Aan? Ja, ik hoor hem hier tegen de boom tikken. Tegen die kerstboom. Oei. Dan zal hij het wel doen, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Normaal film ik niet op zondagen zoals jullie weten, maar vandaag maken we een uitzondering. Vandaag is namelijk een hele leuke dag. De lammetjes komen namelijk deze kant op. Dus ik ben hier nu in de stal even alles aan het vegen. Ik heb hier al een hoefje gemaakt. Ik moet daar nog de voerbak even leegmaken, want daar ligt zandmix in van de beton. De betonmolen moet nog weg en hier buiten nog een aantal kleine dingetjes opruimen. Dus dat ga ik zo doen. Maar ik wil jullie eerst heel even iets vertellen. Of vertellen, niet, het is niet per se belangrijk, maar die schapen die worden gebracht omdat de moeders heel schuw zijn. De laatste tijd zijn ze dan namelijk steeds lammetjes weg aan het halen, omdat die hier worden opgegeten tijdens de paasdagen, dus eigenlijk wel heel zielig. Alle broertjes en zusjes zijn al weg en onze schaapjes zijn iets langer gebleven, omdat wij natuurlijk in Nederland zaten. Maar vandaag komen die en worden die hier aan de deur afgeleverd. Ik wou ze eigenlijk met Pascal gaan ophalen, maar de eigenaresse van de schapen zei dat dat misschien niet zo'n slim idee is. Omdat de moederschapen de link leggen met vreemde mensen, betekent dat de lammetjes weggaan. Dus gaan hun de lammetjes in hun auto zetten en brengen hun ze hierheen. Dat is zowel voor de moeders als voor de lammetjes misschien ietsjes rustiger. Dan hebben ze in ieder geval die stress niet van het rennen op de wei. Ze staan nu namelijk nog in de stal. Dus als het goed is kunnen ze ze makkelijk pakken. En dan kan de rest daarna naar buiten. Onze schaapjes die gaan we hier even een dagje in de stal houden. Ik geef ze dadelijk wel wat eten natuurlijk. Zodat ze even rustig kunnen settelen en dan kunnen ze morgen naar buiten. Dus ja, dat. Ik ga hier even opruimen. En dan verwacht ik dat de schaapjes zo wel op de stoep zullen staan. Kijk eens wie daar zijn. Ik heb even een beetje ingezoomd, want ze zijn natuurlijk nog erg bang van alles wat is gebeurd. Weg bij mama en dan hier op een vreemde plek gedumpt. Maar de schaapjes zijn er. Ik heb even een ander shirt aan gedaan, maar die schapen die zijn natuurlijk ook niet gewend aan honden. Dus we gaan dadelijk in de loop van de dag de honden één voor één naar buiten laten. En houden ze even hierboven, dat ze niet daar langs af kunnen lopen, want dan schrikken ze natuurlijk. Dus we houden de honden even boven en dan kunnen ze langzaam aan elkaar gaan wennen. Want het is natuurlijk wel een hele verandering voor die dametjes vandaag.
En Senna die heeft ze al gespot. Die staat als een border collie aan de draad te kijken. Senna, wat zijn dat? Senna? Senna, heb je schapen gekregen? Senna heeft geen tijd meer voor mij. Ja, Senna, heb je nou eigen cadeautje schapen, hè? Senna. 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 Hallo. De schaapjes die liggen rustig in het zonnetje. De hondjes die zijn ook weer steady, dus dat is helemaal goed. Die staan in ieder geval niet meer zo aan de draad. Ik ben even binnen mijn huiswerk om me afdrukken. Dat ga ik nu buiten in de tuin maken, want het is prachtig weer. En terwijl ik dit ben aan het doen, is Pascal bezig met het gras maaien. Want ook dat is iets wat echt wel heel hard nodig was. Dus dat doet hij in de tussentijd. En als we allemaal klaar zijn met dat soort dingetjes, is het natuurlijk weer tijd voor de lunch. Want ook dat moet gebeuren. En daarna ga ik heel even richting de paardjes. Het is echt warm. Het is volgens mij zo'n 26, 27 graden. Maar het voelt hier warmer. Ik zal even op de thermometer erin kijken. Ja, 26 graden. Kijk, wacht. Zie, 26. En binnen is het 20. Maar zoals ik al zei, het voelt hier echt veel warmer. Dus ik ga huiswerk maken. En even kijken hoe ver Pascal is. En dan is het tijd voor de lunch. Kijk, dit is het gras in de voortuin. Dat is vorige week gemaaid, dus het groeit echt onwijs hard hier. Ik denk dat we daar dit stuk ook maar meteen gaan maaien. Want het gras ziet er nou wel goed uit en het is ook heel lang. Dus dat moet kunnen, denk ik. Kijk, het is al aardig lang, dus we gaan het gewoon proberen. Als ik het gras uittrek, dan is dat jammer dan. Dan moeten we maar bijzaaien. Maar ik denk echt wel dat dit moet kunnen, hoor. Chaos, dat gaat zo niet handig, hè? Ik ben hier. Ik probeer huiswerk te maken met Chaos samen. Chaos is een Hongaarse kat, dus die kan mij helpen, heeft ze bedacht. Hè, Trutty? Ja, Trutty. Ja, Trutty. Senna, waar zijn de schaapjes nou? Ja. Zijn ze in de stallie? Arme Senna. De schaapjes staan even binnen, want die hadden niet helemaal door dat er ook schaduw was. Dus die heb ik even in de stal opgesloten. Ik sta nu in de wei met de hondjes. Want ik ga hier met deze rol poepzakjes op verschillende plaatsen, zoals hier langs de draad, zakjes knopen. Zodat de honden de draad zien. Want zoals je kan zien is dit groene draad waar je gewoon makkelijk doorheen kan kijken. Dus de honden zien die niet. En ik wil niet dat de honden, of we, Pascal ook niet. We willen niet dat de honden in de draad rennen. Dus we gaan even rondom zakjes knopen. Dan kan dat in ieder geval niet meer gebeuren. Of ja, kan natuurlijk wel gebeuren. Maar ze zien de draad in ieder geval omdat er van die rode zakjes aan hangen. Dus lang leven de zakjes van de gemeente.
Fly en ik gaan eens heel even bij de schaapjes kijken. Ik heb net het poortje opgezet, maar ik zie nog geen schaap buiten. Dus ik denk dat ze nog in de stal liggen. We lagen net heel schattig in het stro te slapen. We gaan eens even kijken. Zijn ze nog thuis, Fly? Oh, heb jij ook aandacht nodig? Oh, is het zo erg. Rebbeltje toch. Hoi meisjes. Hoi meisjes. Gaan jullie niet naar buiten? Nee? Kijk, er zijn er 4 met horentjes. En 3 zonder. Maar ik denk dat die grote hier, dat die ook nog horentjes gaat krijgen. Heel schattig. Oh, ik heb die betonmolen nog steeds niet opgeruimd. Dat moet ik ook nog maar eens gaan doen. Ik denk dat ik dat nu even ga doen. Ik wacht wel. Laat de dames maar even met rust vandaag. En dan zet ik die daar morgen wel weg. Als de schapen in de wei staan. Kom, Fly. We laten ze weer met rust. Fly. Kom. Kom maar. Ja, Fly. Kom maar. De zon is langzaam onder het gaan. We gaan nu water geven in de moestuin en hier aan het gras. En dan zit de dag er al op en ploffen op de bank. Pas ik al eens even het poortje open zetten, dan kunnen hun mee naar buiten. Daar gaan ze. Ik mag kezen. Wat vind je van de rebeisje? Ja, die gaan opeens ook hard. Ja. Maar er is sowieso meer op hem komen. Want gisteren keek ik hier en was er nog minder. Of ja, was het in ieder geval minder hoog. Die komen met de nachttemperatuur. Kijk. Ja, cool hè. Ja, die komen echt al op. Die komen met de nachttemperatuur. Wat leuk! Die komt de veldsla hier, de kleintjes. Hier. Nee, die gaat heel langzaam veldsla. Dat had ik niet gedacht. Onze tuinslang is te kort om in de moestuin te komen. Dus ik moet die buut vullen. Normaal staat die buut daar. Maar we hebben nu daar gezet als drinkbak voor de schapen. Maar dat is mijn tuinslang te kort. Dus dan moet ik het zo vullen. Dat vinden een paar van de hondjes niet erg. Maskezen. Laila was heel kort bij. Zo, water geven in de moestuin is klaar. Ik ga nu heel even met hun buiten spelen. Ik had trouwens vanmorgen gezegd dat de schapen in de stal zouden blijven de hele dag. Dat hebben we niet gedaan. We hebben ze ook hier op deze L laten lopen, zeg maar. Dat ze hier alvast wat konden grazen. We merkten dat ze dan toch wat meer rust hadden. En hier hebben we een schapennet staan. Nou zie je het beter met die zakjes eraan. Maar zoals je ziet, zie je het hier bijna niet. De honden dus ook totaal niet. Maar nu wel. En dit kan dicht. Tot daar, zo. Dus dan is dit afgesloten. Kunnen ze niet de weide in. En dan kunnen ze alleen hier lopen. En dat hebben we expres gedaan. We willen namelijk de schapen het 's nachts op stal zetten. En ik denk, omdat ze natuurlijk nog niet gewend zijn aan ons en aan het weiland en zo, dat ze in paniek gaan schieten als wij ze hier vanuit het grotere weiland naar een stal willen drijven. Want ons achterna lopen, dat doen ze niet. Dus je moet ze echt wel een beetje sturen met je lichaamstaal. En dat gaat zo gewoon makkelijker. Hier hebben ze iets minder breed de ruimte om weg te rennen. Dus als wij dan zo om via de achterkant van de moestuin hierheen lopen en de schapen staan hier aan, dan drijven we ze vanzelf naar daar. En dan lopen ze zo netjes een stalletje in, zonder dat het te veel stress geeft voor de schaapjes. Dus ik denk dat we dit nou zo 2-3 dagen ongeveer gaan doen. En dan als ze eenmaal door hebben dat ze 's nachts naar de stal gaan en dat ze daar hun eten krijgen. En het avondeten en hun ontbijt natuurlijk. Als ze dat door hebben, dan mogen ze van de week hier naar het grotere stuk. Maar voor nu houden we ze gewoon even boven. Want het is net wat veiliger met ze binnen te halen 's avonds. Of ja, veiliger. Het geeft ze gewoon veel minder stress. Maar ik ga nu even lekker met de hondjes spelen. Want die zijn gewend om de hele dag in de wei te lopen. Of de mogelijkheid te hebben. Die hebben normaal de mogelijkheid om in de wei te lopen. Die hebben ze nu natuurlijk niet in verband met schapen. Dus ik ga even lekker met hun spelen. En daarna is het voor mij tijd om daar achter het gras water te gaan geven. Want dat moet wel nog. Alleen de moestuin is gebeurd. Ik denk alleen dat het dan al donker is. Dus jullie zien mij gewoon morgen weer. Tot morgen. Wat doe jij in de boom? Wat doe je?
Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is nog lekker vroeg. Ik zit even met de hondjes in de wei. Want het zou vandaag weer een hele warme dag worden. Dus dat wordt koffie en ontbijt in de wei. Oh, dat zijn Fender en Lee. Die zijn even aan het spelen. Ja, klaar? Maar dus, als ik dit op heb en de hondjes hebben hun ergste energie eruit, dan ga ik de honden binnen zetten. Dan laat ik de schapen weer los. Die mogen vandaag weer op het bovenste stukje veld. Gaan die twee weer. En dan kunnen ze dat kaal eten. Dan hebben we daar in ieder geval geen gras meer, want dan wouden we eigenlijk gaan maaien. Maar dit werkt natuurlijk net zo goed. Dus ik ga eigenlijk de schapjes loslaten. Maar nu eerst even genieten van mijn koffietje en lekker wakker worden met het geblaf en gekef van deze twee joopjes op de achtergrond. Doei! Gaal, zit je nou op de tunnelzak? Zal wel lekker zitten, meid? Ja. En jij? Jij wil gewoon aandacht. Hè, Rabbeltje? Ja. Aandacht en eten. Goedemorgen, baby. Wij zijn de hele middag en ochtend lekker bezig geweest in huis. Dus niet heel veel wat ik heb kunnen filmen. Ik ga nu richting het buurtwinkeltje. Maar ik wil jullie eerst heel even de plantjes laten zien die daar onder de overkapping staan. Die kunnen binnenkort de moestuin in. En er staan ook nog een aantal bakken met sla. Dat blijft gewoon daar staan. Daar kunnen we denk ik volgende week al van gaan plukken om dat lekker op te eten. Ik ga dat even aan jullie laten zien en dan gaan we richting de kleine supermarkt. Kijk, hier staan een paar koeltjes. Daar moeten jullie even niet op letten, dat is van mij die twee. Maar dit gaat redelijk oké. Het heeft wel dorst, dus dadelijk even water geven. Hier ook, hier zijn ook kooltjes en prei. En dan hebben we hier nog andijvie, veldsla, nog meer sla. Dit zijn knoflookplantjes. En dit is ook een sla mix. Ik denk dat we die volgende week wel langzaam kunnen gaan opsnoepen. Ik moet even een klein beetje doorlopen, want mijn hongaarse les die begint al over een half uur. En die was ik even vergeten, dus gauw doorstappen. Even kijken of ik nog wat moet hebben. Zo, ik ben weer terug thuis. Ik zit nu bij de schapen. Of ja, bij de schapen. Ik zit bij hun stal en hun hebben zich verstopt. Maar ik draai de kamer om, dan kunnen jullie het zien. Kijk, verder waar gezet konden ze niet. Om het hoekje durven ze wel te kijken. Kleine scheitertjes.
Maar ja, dat zijn dus de schaapjes. Ik wou de video alvast gaan afsluiten, want zoals jullie weten begint eigenlijk mijn Hongaarse les. En dan kan ik deze video daarna fijn gaan editen. Maar ze komen naar me toe, wacht. Korter bij als dit gaan ze niet doen, denk ik. Toch wel? Nee, toch niet. Nee, gaan we niet doen. Maar dus, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en dat wij jullie zaterdag terug zien. Dus ik geef ons een like, abonneer op ons kanaal en laat hieronder een leuke reactie achter. En suggesties voor de namen van deze dametjes hier. Want ze hebben natuurlijk wel een naam nodig. Maar tot volgende week. Doei! Nee, niet tot volgende week. Tot zaterdag. Doei!